Nou, wat toch wel blijven hangen is dat veel mensen na de masterclass naar me toe kwamen en zeiden dat ze het heel prettig vonden om een soort een beetje een hands-on tool te krijgen over hoe je nou van een idee tot een film komt. Omdat sommige dingen nog heel ver weg lijken over distributie en zo, maar dat het toch voor jonge makers heel prettig is om te begrijpen hoe je met weinig middelen en een beetje goede moed kunt beginnen aan iets. En hoe dat langzaamaan soms kan uitgroeien tot iets groters. Maar ik vond echt het publiek heel, heel geïnteresseerd. Echt een intense belangstelling voor wat er gebeurt. En dat vind ik wel bijzonder. Ik vond het ontzettend leuk. Het was heel leerzaam. Ook interessant om sprekers te horen van allerlei pleinage. De vragen van de makers te horen. En degene die in de zaal zaten om te horen waar ze mee worstelen of wat ze interessant vinden om te weten of wat een probleem kan zijn.